Edwina in Bokstel wordt nog hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de polykliniek van het Jeroen Bos ziekenhuis 28 juni daar de deuren kan openen voor patiënten. Christ Goossens, projectleider verbouwing, gaf Omroep Dommeland alvast een inkijkje in de vernieuwde polykliniek. We hebben deze ruimtes leeg gemaakt, helemaal alle muren eruit gehaald nadat we dit bouwgebied afgescheiden hebben van het verpleeghuisgedeelte. En alle muren eruit gehaald, alle installaties, de verlichting, de elektra, de luchtbehandeling, de waterleiding, de riolering, alles is eruit gehaald. En toen zijn we van scratch af aan opnieuw begonnen met een nieuwe indeling te maken. We staan hier in de wachtruimte voor bloedafname en oogheelkunde. Die hebben wij bewust hier vooraan vlak bij de ingang gehouden. Omdat we heel veel patiënten hebben die snel naar de bloedafname en weer weg zijn. Dus dan hoeven ze niet de hele afdeling over. We hadden onze poli verdeeld over 3 verschillende verdiepingen. Dus dat was toch wel even regelmatig verwijzen en zoeken voor de cliënten. Nu hebben we alles op 1 verdieping zitten, op deze verdieping. En alles in 1 vlek bij elkaar. Dus het is een stuk eenvoudiger. Ook een stuk minder ruimte voor de mensen die hier straks werken? Nee. Nee, niet minder ruimte voor de mensen die hier werken. We hebben wel veel minder vierkante meters in gebruik. Maar dat komt omdat we ze efficiënter in elkaar geschoven hebben. En in de oude situatie hadden we veel ruimtes die we niet gebruikten. Dus ja, dat is zonde van die ruimte. En als we kijken naar het aantal specialismes dat er eerst zat, is dat gelijk gebleven? Is dat uitgebreid? Zijn er minder? Dat is gelijk gebleven. We hebben hier de prikkabines. De patiënten zitten in deze wachtruimte te wachten. Die worden opgeroepen en dan worden ze door de medewerker hiermee naartoe genomen. En dan komen ze hier in een stoel te zitten. Dit is niet de officiële stoel voor de patiënt, want dat is een grote stoel die plat kan. Als hij onwel wordt, dat hij even kan rusten. Hier zit een medewerker die neemt de bloedmonsters af. De patiënt die kan weer naar huis. En de bloedmonsters worden hier achter in het laboratorium, worden ze in de centrifuge gezet en voorbereid om op transport te gaan naar de hoofdlocatie. Zodat daar de monsters onderzocht kunnen worden. Hier zijn we in de bukkieruimte. Dat is een röntgentoestel waar we eenvoudige röntgenfoto's mee kunnen maken. Van een elleboog, van een knie of van een been of wat dan ook. De foto's, het resultaat van de foto's die worden digitaal doorgestuurd naar de hoofdlocatie. Daar worden ze beoordeeld. En dan wordt de huisarts of de behandelde arts geïnformeerd of de patiënt zelf wordt gebeld. Wij zijn hier in een spreekkamer. Die is bedoeld in principe voor gynaecologie. Wat we hier gedaan hebben is het onderzoeksgedeelte bij gynaecologie en het spreekuurgedeelte hebben we gesplitst. Prettiger voor de patiënt, want als de patiënt geholpen moet worden, dan kan hij in de ruimte hiernaast. En dan kan de begeleider, die kan in de spreekkamer blijven zitten. Hij is nu nog leeg. Hier komt nog een gynaecologenstoel en de nodige andere zaken. En natuurlijk moet hier nog het een en ander afgewerkt worden aan de gevel. Ja, de gordijnen hangen nog niet met de vitrage, dat moet allemaal nog komen, separatiegordijnen. Maar dan hebben jullie enigszins een beeld van hoe dat hier gaat worden. Op 28 juni dan worden de eerste patiënten hier ontvangen en hier geholpen. De formele opening, heel bescheiden of heel klein, die vindt op 23 juni plaats. Daar zijn we mee bezig, of tenminste daar zijn de gebruikers en het ziekenhuis mee bezig om daar iets rondom te organiseren.